Waarom heeft u mensen moeten ontslaan? Omdat mensen hun werk niet goed deden. En van welke afdeling zijn ze? Van de afdeling buitenruimte, dus toezicht op straat. En ze moesten toezicht uitoefenen, maar dat deden ze niet? Nou, dat deden ze wel, maar mensen gingen soms, ze werken vaak in koppels. Dus ja. Dan ging de ene, die ging dan wel door, maar de andere ging al dan om 11 uur naar huis toe. Dus dat zijn, het is eigenlijk gewoon diefstal natuurlijk, want je wordt er wel voor betaald voor de uren, maar je bent er niet. We zitten er ook wel echt bovenop, hè. We willen ook graag weten wat er speelt op straat. We gaan ook vaak mee om te kijken. Ja, en wij kregen daar signalen over dat het, dat het soms niet klopte. Toen is er besloten om een onderzoek te starten door een bureau. En die heeft dat een aantal keren gecontroleerd. Ja, en dat bleek tot onze grote spijt uit dat het inderdaad dat mensen gedrag vertoonden wat gewoon niet kan. Afgelopen vrijdag ben ik ook weer eens meegeweest met bijvoorbeeld met ons jongerenwerk. Ook met de handhaving zo'n hele avond weer eens meegelopen. Het is hard werken, moeilijk werk. Ja. En wat ik zeg, mensen werken met hart en ziel. Uh-huh. Ja, en die willen we ook steunen om te zorgen van als je er bent, dan krijg je ook een goed salaris bij ons. Dan zijn we er voor je. Ja. Maar als jij er niet bent en je laat ook je collega's in de steek, want daar gaat het ook nog wel een keer over. Ja, dan is gewoon meteen heel snel de grens bereikt en dan ben je niet meer welkom.